Goudsticker. Van alle collecties spreekt de naam van deze in 1897 geboren Joods-Nederlandse kunsthandelaar het meest tot de verbeelding. Niet alleen vanwege de omvang van de door hem bijeengebrachte collectie, oorspronkelijk ruim 1100 kunstvoorwerpen, en niet zozeer vanwege de waarde, naar huidige berekeningen vele tientallen miljoenen, maar waarschijnlijk vooral dankzij zijn turbulente geschiedenis. Jacques Goudsticker trad in 1924 toe. Tot de firma die zijn grootvader in 1845 had opgericht. Het was onder Jacques' leiding dat de collectie zijn opmerkelijke volume kreeg. Goudstikker kocht aanvankelijk veel Vlaamse en Hollandse 17e-eeuwse meesters, maar hij verzamelde ook werk van eigentijdse kunstenaars als Jan en Charlie Thorop, van Dongen en Breitner. Veel van zijn aankopen kwamen uit Russisch particulier bezit, met name uit de collecties van de keizerlijke families Romanov en die van de steenrijke Stroganovs uit Sint-Petersburg. Toen de revolutionaire Sovjets deze collecties na de oktoberrevolutie van 1917 in handen kregen, werd het merendeel ervan voor westerse valuta doorverkocht aan Berlijnse kunsthandelaren. Goudsticker deed met hen goede zaken. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vluchtte Goudsticker per schip naar Zuid-Amerika. Aan boord viel hij in een laadruimte, brak zijn nek en was op slag dood. Vanaf dat tijdstip was de in Amsterdam opgeslagen collectie het lucratieve speelgoed van de nazi's en speculanten. Geuring en zijn trawanten roofden de belangrijkste schilderijen. Na de bevrijding werd de collectie door de Nederlandse regering aangemerkt als vijandelijk vermogen, waardoor het in feite eigendom werd van de Nederlandse staat. Die gaf het in bruikleen aan verschillende musea, waar de doeken decennia lang aan de muren hingen. Maar van wie waren die schilderijen nu eigenlijk? De al die tijd voortdurende strijd om het eigendomsrecht kreeg pas in 2006 zijn beslag. Marije van Saher, getrouwd met Zoon... kreeg toen 202 schilderijen van de ooit door haar schoonvader bijeengebrachte werken in haar bezit. Een deel daarvan is inmiddels voor vele miljoenen via Christie's geveild. Pictura Imaginis kreeg dankzij zijn ervaring en expertise op het gebied van conservering van kunstcollecties de opdracht deze bijzondere collectie te digitaliseren. Waar de kostbare stukken van Goudstikker straks ook terecht mogen komen. Dankzij de digitale database van Pictura Imaginis zijn zij voor altijd als unieke kopieën bijeengebracht.